ik denk dat we heel even stil moeten staan bij Vloed. Nou, daar wou ik nog even over met je praten. Ja, kijk, dat was een ongemakkelijk gesprek gisteren met Theo Jansen ook. Hè, jawel, maar ja, met Vloed moeten we realistisch zijn. Het is niet goed voor Vloed. Het is niet goed voor de club. Het is niet goed voor het publiek, want die laten zich weer verleiden tot rare dingen. En die waren nu ook en al wel. De club die moet verstandig zijn. Die willen een goede werkgever zijn. En die trainer stelt zich sociaal op. Ontsla die jongen, dan is die automatisch transfervrij. Kan die weg. En er is er ergens in het buitenland wel een clubje voor te kan vinden. Kan die ook in februari, maart precies, club dan kan vinden. Die gratis weg, kan ja, die ergens terecht. Want dit wordt het niet meer. Nee. En, maar voelde jij dat ook gisteren bij Studio Voetbal? Dat het, ja, met Theo natuurlijk. Theo heeft natuurlijk ook een ongeluk veroorzaakt toen, ja, met drank op. Volgens mij was zijn vriend toen... Kevin Keeper, ja. Die heeft nooit meer kunnen keepen. Ja, hij had er wel moeite mee inderdaad. Kijk, het gaat hier wel om een jongetje van 4 ja, dat dood is gegaan. Ik heb zelf een kind van 4. Dat is heel veel emotie. Ik denk, als je iets van empathie kan opbrengen... dan moet je niet 2 maanden daarna... Want het verhaal was eerst, hij gaat optrainen, werd gezegd. Gaat een beetje ja, meetrainen. Ja. Maar nu valt hij gewoon in de 65e minuut. En je ziet ook dat het publiek van Almelo pikt het ook niet. Nee, je stond hem op te wachten. Nee, met 100 ja, mensen. Nee, dit moeten ze niet proberen en door de strot te duwen bij de mensen. Want de mensen willen het niet. Maar het is ook niet goed voor die jongen. En ze straalt ook niet goed op de club af. Nee, maar het ergste is, Johan, waarom denk je dat ze hem opstellen? Omdat ze degradatiegevaar zijn. Ja, ja, natuurlijk. Dat is toch het is hun beste speler. Maar die jongen, hey, als hij scoort, die kan toch nooit meer juichen? Het zou erg misplaatst zijn. Nou.